Hoi, ik ben Jora Rienstra. En op 18 april 2015 speel ik mijn nieuwe voorstelling Jora drukt haar snor in de Schouwburg van Amstelveen. Maar misschien heb je nu zoiets van, hé, maar wie is die Jora eigenlijk? Ik won het Amsterdams Kleinkunstfestival in 2009. Of misschien ken je me van mijn eerste show. Aan jou heeft het niet gelegen. Ik heb vandaag mijn snor gebleekt voor jou allemaal. Omdat je me anders niet meer... Ja, ja. Ik sta elke ochtend om 7 uur op, ook in het weekend. Ik ben geen uitslaper. Op woensdags, dan sta ik wat eerder op, want dan ga ik douchen. Of ken je me van mijn tweede show? We maken er wat van. Nou, toen ben ik ook bij de dokter geweest hoor. Ik zeg, ik wil nou gewoon een bewijsje. Ik ben er helemaal klaar mee. Nou, toen heb hij me dus doorverwezen naar zo'n egoïst. Nou. En dat begint bijvoorbeeld al met Nick en Simon. Die, ik weet niet of jullie die kennen. Dat is een tweeling uit Volendam. Dus ja, Nick en Simon. Nou, die hebben bijvoorbeeld echt een mega hit. Hadden die met dit nummer. Wacht even, Volendam. Zacht even. Of misschien heb je me gezien als typetje op tv. Zie jij me als mooiste bent. Wat zei je? Oh, ben je nou beledigd? Nou, wie de bal kaatst, kan hem terugverwachten. Wat doe je nou? Hoezo? Ik kijk mijn ogen uit. Ja, maar ik moet wel even wat kwijt. Ik heb moeite met haar. Ja, nee, ik ga hier niet zitten huichelen. Of misschien heb je me wel eens gehoord in mijn radioshow. Ha, die Jora. Elke zondagavond op Radio 2. Jij was de vaatwasser aan het inruimen. Juist. Is dat altijd, het is 19 over 8. En is dat altijd wat je doet op de zondagavond, de vaatwasser inruimen? En heb je nu nog steeds geen idee? Nou, geeft niks hoor. Laat je dan verrassen bij mijn allernieuwste show, Jora drukt haar snor.